dinsdag 27 mei. We lopen over de Altmühl, alternatieve route, want we gaan de Raadweg volgen. En niet langer het voetpad. Vanwege de slechte weersverwachting en het feit dat het gisteren ook zwaar geregend heeft. Daar hebben we vandaag, ondanks dat we 29 kilometer gaan lopen, niet zo'n last van. Kijk, de Sola Basilica. Oh, daar staat die. Oh, daar kunnen we nog even langs gaan. Dat is de restanten van de Karolingische Basiliek. Niet dat gebouw, maar onder dat afdak staat het. Naast de Evangelisch-Lutherse kerk. Die overigens ook, dacht ik, Romaanstijdig is of zo. In elk geval oud. De zuilen van de basilica stammen uit de Karolingische tijd, pakweg de 9e eeuw na Christus. De basilica was de grafkerk van de heilige Sola, die in 794 in Zonhoven overleed. Ja, wat bijzonder, hè? Ja. Een ceratosaurus. Oh, het Müller Museum is een archeologisch museum, volgens mij. Je mag er niet op klimmen. Even in de bek kijken. Kleine gebitsinspectie. Typische begraafplaatsen dit, hè? We hadden bij Pappenheim ook al zo'n vreemde. Een soort hunnebed daarachter. Ja, mooi. Ja, speciaal wel. Kijk, hier heb je allerlei, het is echt een fossiele gebied dit, hè? Dan kun je alle toebehoren in het Jura-centrum aanschaffen. De Deutsche Bahn is ook aan het vermarkten. Dus die hebben het stationsgebouw verkocht en vervolgens teruggehuurd. Dat heet Sale and Lease Back. Kijk, daar gaat onze noodrem. Oftewel de trein. De noodrem voor situaties waarin wandelen niet langer verantwoord is. De regiobaan. Links beneden ons de Altmühl. Het riviertje dat ons richting de Donau gaat leiden. Moet er toch een beekje zijn wat de afwatering van de regenval van afgelopen nacht zo'n beetje regelt. Want het komt er allemaal bij. Hij gaat van de weeromstuit wat harder stromen ook. Nou, een deel van de Altmühl is ook Main-Donau-kanaal tegenwoordig. Hè? Daar krijgen we later nog mee te maken. De 12 apostelen. Jura-rotsformaties. De Altmühl. Tot jij 12? Tel Jezus voor mij. Ik ben onduidelijk. Ik ben meer groepen. Wij naderen de brug over de Altmühl. En wat kruist ons? De Altmühltal Panoramaweg en de E8. En die gaan daar zeer hoog de bergen in. En wij niet. Eichstadt 24, zagen die. Wat mooi. Ja. Ja.
Het blijkt dus dat wij bij de ingang van het dorp zonder naam, voorlopig alsnog, staat een Markt Murnsheim. Ik wist niet of we daar door zouden komen. En het dorpje zou dus Altendorf moeten zijn, met een hele fraaie kerk. Vakwerktoren met uibekroning. Ook een kerk op leeftijd. Ik dacht dat de toren gotisch was. Alleen de uider wordt later opgezet. Echt opschieten doen we niet. Nog 22,5 kilometer naar Eichstätt. Zo, wij gaan dus over de brug heen. Met onze fiets, met onze wandelroute. Hé, loopt u nou de verkeerde kant op? De kronkelende Altmühl legt ons in de luren. Dat kan toch niet? Kijk nou wat. Ja. Nou. Kijk, we kunnen even een pootje baden. Ja, ja, oh, daar heb je kijk nou zeg. Had ik nog niet gezien, joh. Goh. Plechtig, lopen plechtig achter elkaar. Ja. Ja, Main Donau en de Altmühltal Panorama Week is er ook weer bijgekomen. We lopen even een stukje over de grote weg en gaan dan met z'n allen rechtsaf. Nu scheiden zich onze wegen weer. Panorama Week E8 Main Donau linksaf en de Altmühltal Radweek, vandaag zijn wij dat rechtdoor. De wandeling die gaat lekker bovenover. Kijk, hij heeft een klein stukje versnelling, maar dan komt hij ras daarna tot weer tot rust, de Altmühl. Ja. En zoals wij zien, nog steeds acceptabel weer. Kijk maar naar Wilma's blote armen. Zwaai eens, Wilma. Heel gewillig vandaag. Ik viel nu de andere kant op. Die hebben we niet gezien. De rechtervels is, die staat echt zowat vrij. Dus met andere woorden, vanavond morgen is sodemiet het die om. Voor dit soort dingen gingen wij naar Amerika vorig jaar. Het beste bewijs dat we op de Raadweek lopen, de fietsers. We lopen toch nog meer stukjes goed dan gepland, hè? Dan voorzien. Ja, dat is dat, hè? Ja. Het draait helemaal naar rechts, hè, dadelijk. Oh, wat mooi. Voordat de regen losbarst, nog een paar laatste opnames van dit fraaie land. Het dorpje Hagenakker valt onder Dolfstein, heeft zo'n 30 inwoners. Ooit, van de 14e tot eind 19e eeuw, was hier een eisenhammerwerk, oftewel een blikslagerij, een metaalverwerkingsplaats. Overwegen kunnen in Duitsland langdurig gesloten zijn, deze keer viel het mee. En nog steeds zet de dreigende regen niet door. Dolstein. Dollesteen aan der Altmühl. Bezienswaardig is de burcht, maar die hebben we niet gezien. De kerk is grotendeels gotisch, maar de torenspits uit 1728 is van Gabriel Gabrieli, die we in Eichstätt nog vaak zullen tegenkomen.
Dat is waar Dolmstein. De volgende 3 kilometer voeren naar Breitenfurt. Breitenfurt barstte de regen los. Wij gaan hoog en droog, laag en droog, korte pauze houden. Voor het eerst deze vakantie de regenspullen ten voeten uit. Vanwege een niet met redenen omklede omleiding van de fietsroute gaan wij een stukje wandelen. Wandelpad Altmühltal Panorama. De Altmühl bij Breitenfurt. En Breitenfurt laten we maar achter ons. Met die misleidende routes. Vrolijk lopen wij weer over de E8. Met een raar soort combinatie van zonnige en regenkleding. Voorlopig is het even droog. Kijk, dit doen die radvarers dus niet. Dit soort klimmetjes. Wij wel. Richting de Altmühltal Radweg. We staan weer aan de oevers van de Altmühl. En wij gaan naar Eichstätt, nog precies 10 kilometer. Nou, dat valt mee. Toch een stukje opgeschoten. Wij bereiken Obereichstätt. Dat hoort tot de gemeente Markt Dollenstein en tot de Kreis Eichstätt. En daar is, ja, neem aan, de burcht. De Willibaldsburg in Eichstätt is een omstreeks 1353 opgerichte burcht. Tot in de 18e eeuw was het de representatieruimte van de prinsbisschoppen van Eichstätt. Tegenwoordig is er het Jura Museum gevestigd, een natuurkundemuseum met talrijke fossielen. Zoals wij zojuist gezamenlijk al opmerkten, de entree van Eichstätt is niet het mooiste uithangbord. Welk in Nigorij. Parkeerplaatsen, bouwstellen, fabrieksgebouwen, een deuner kebabreclame. Maar weldra bereiken we de Altstad. En we lopen dus tegen de westfaçade van de Dom. Meer over die Domkerk in de video die we van de dag daarna gedraaid hebben. Het is nu nog droog.